Vandaag kookt Leslie Ann. Volgens mij... Hallo, welkom in mijn appartementje. Ik woon in het midden van de stad. En ja, dat is toch niet zo gemakkelijk om daar een leuke woning te vinden. Maar we hebben heel hard gezocht. En nog niet zo heel lang geleden hebben we het ingericht. Ik hou niet zo van tirlantijntjes en veel hoekjes en kantjes. Ik kaas ook niet graag. Dus natuurlijk, hoe minder hoekjes dat je hebt, hoe minder dat je daar met je borstelken moet zitten kaasen. Dit is mijn grote liefde. Dat is mijn zoontje Benjamin toen hij 1,5 jaar oud was. Ik ben veranderd en mee voor de hoge hakken en de korte rok ben gegaan. Inderdaad, Hans. En ze trekt meteen iets uit ook. Ik kook altijd op mijn blote voeten, want met mijn hoge hakken is dat anders echt niet te doen. En we nemen een rode schort. Het zijn niet alleen de benen, Hans. Het is een totaalpakket. Leslie Ann kiest vandaag voor passioneel rood. Leslie Ann heeft veel om te laten zien. Dat wel, ja. Is kunnen kloppen. Ja, hij raakt er maar niet over uitgepraat. Misschien dat vanavond een ander naald gaat komen. Voilà. Zijn we er klaar voor? Ja. Goed. Welkom in Antwerpen. Je ziet er weer prachtig uit. Dank je wel. Hey, kom binnen. Dat zal de Hans zijn. Voilà. Amai. Ga je niet zeer. Merci, merci. Ben ik de eerste? Jij bent de laatste. Ah, ja, maar hij komt van het verste. Dus dat is dat, je komt van het verste. Hè. Voilà, zet u maar in de salon. Wow. Jo en Marjolien zijn hier al. Dat is hier vroeg, het is. Hè. Ja. Chic, hè. Ik heb voor jullie een flesje Pieper Heidsek genomen. Best is weer wel genoeg voor ons. Hè. Moet jij dat choppeke nemen? Ja, natuurlijk. Zeker, die van Leslie Ann. Dank je wel. Ja. Die gaat niet weggeven, hoor. Ja. Voilà. Hans had daar geen nee tegen zeggen. Ja. Santé. Santé. Ik ga ondertussen aan jullie hapje beginnen. Oh, dat smaakt. Het is echt wel heel goede champagne. Voilà, ik heb voor jullie een klein hapje gemaakt. Allee, smakelijk, hè? Dank je. Het is de eerste kennismaking met de kookkunsten van Leslie Ann. Zullen we het eens proberen met een voorgerecht misschien? Met een stukje bloot. Brood. Voordat ik het aan de gasten serveer. Sensueel proeven. Oh, ja, lekker. Ja. Mijn heren en dames, mag ik jullie uitnodigen om aan tafel te gaan zitten? Jullie mogen jullie glaasje champagne meenemen, hoor. Oh. Oké, okay, dank u wel. Geef me niet, hoor. Ik heb een goed van mij dan. Ik heb nog geen probleem mee. En daarbij serveer ik dus een olijfolietje. Dus ik ga jullie allemaal een beetje ingieten. Die olijfolie? Ja, dus dit is voor de witte wijn, de rode. Aan haar Thaise kokossoepje af met stukjes kip die eventjes meekoken. Kip erbij doen. De kip mag zeker niet te hard worden. Hè. Dat is afschuwelijk, zo echt van die taaie kip. Dus ik laat die maar heel eventjes daarin opkoken. En daarna gerijpt hij nog verder als ik die, gaart hij nog verder als ik die in de potjes heb gedaan. Potjes? Zeg maar flinke kom. Nu ga ik in twee wat koriander doen. En Jo heeft dat juist laten verstaan dat hij dat niet graag heeft. Dus dan doen we dat voor hem niet. Heel attent. Jo krijgt... In de keuken verloopt alles rustiger. Die noedeltjes die mogen maar 3 minuten. De noedels met de dressing in een vormpje. En daarbij de eend met ananas. Een... Het hoofdgerecht is eend. Ja, ik ga toch opeten. Het is toch lekker. Het is... Hans, ik zie dat je nog een maïstekje brood aan het voetvol zit. Moet je maïstekjes vrees nog anders nog. Ik kan genoeg. Allee, ja. Moet je zijn? De meningen waren wat verdeeld. Misschien kan Leslie Ann nog wat extra punten scoren met een exotisch. Ik ben die pudding vers aan het bereiden. Dus dat duurt even. Maar om het voor jullie een beetje draaglijk te maken, de wachttijd, heb ik nog een verrassing voor jullie. Ik heb hierbij de zak. En wat is de zak? Ik ben ook voorzitter van de Belgian Blondes Federation. Dus we... Je moet eigenlijk, de bedoeling is van in een rechte lijn te wandelen. Ja. En met je heupen in plaats van zo, moet je die klikken. Ja. Dus dat die... Je draait die om. Ja. Knippel. En we zijn weer weg. Oh ja, hij knippelt. Zo. Ik zit hier alles toe. Je
De sfeer is geweldig. Nu de pudding nog. Elegant beroert Leslie Ann haar kloppertje. Dan gaan we nu beginnen bijkraden. Hè? Dus we gaan er eerst een beetje cardamom bij doen. Dat geeft zo'n beetje een Indische toets. Geroosterde amandelschilfers. Gemalen pistachenoten. Doen we er rietsuiker bij. Ik ga het goed zoet maken. Ik zet mijn aantal zoete bekjes. En honing. Je kan de ingrediënten nalezen op onze site, mocht je bij de beelden eventueel een beetje afgeleid. Dus dat is een pittige mango-salade. Met een soort van puddingachtig, dat ligt tussen pudding en een soort van dessertsoepje. Dus het is de bedoeling dat je dat met het lepeltje eet. Ja. En dan de mango-salade. Kember, dacht het. Geslaagd, hebben we proficiat. Dank u wel, dank u wel. Echt, jullie zijn alle drie zo schatten, hè? Echt. Echt waar. Ik ben zo blij dat ik jullie heb leren kennen. Ik ga je alle drie dikke kus geven. Wow. Het leven kan mooi zijn. Dank. Zo, tijd om nog eens iets uit te trekken, denk ik. Oh my. Ik denk dat wij ons allemaal heel goed hebben geamuseerd. Dat was ook mijn bedoeling, voor een plezante avond zorgen. Ik denk dat dat wel gelukt is. Ik denk dat ze zich allemaal serieus goed misdragen hebben. Het was wel dik oké. Er zijn sterren op de dansvloer. Dat was niet helemaal definieerbaar wat hij daar precies aan het doen was. Maar dan krijgt Hans het moeilijk. Dat was al hard. Dat was echt niet aangenaam voor